Wouter van der Steen, weer een zege. Hebben jullie het woordje periodekampioen, periodetitel, is dat een keer gevallen bij jullie? Misschien tussen neus en lippen door een keer. Ja, we waren natuurlijk heel erg afhankelijk, we moesten wel heel gek lopen. Wilde dat gebeuren. Maar daarna lag het natuurlijk gewoon vooral op deze wedstrijd op zich. Die moest wel gewonnen worden, omdat het gewoon heel belangrijk is voor ons om punten te blijven pakken en de stand hoger mee te blijven doen. En dan weet je nooit, er zijn gekkere dingen gebeurd. Dus er werd wel meteen na de wedstrijd gevraagd van hoe is het op de andere velden. Maar ja, het is niet heel gek dat het zo gelopen is. Het was natuurlijk vooral een theoretische kans die je had. Dus die punten nu waren eigenlijk belangrijker dan die kans die je had misschien. Maar je bent wel weer een plekje gestegen, vierde. Waar kan dit gaan eindigen? Ja, heel moeilijk om te zeggen. Ik denk ook niet dat we daar überhaupt mee bezig moeten zijn. We hebben nu een hele mooie serie met FC Den Bosch neergezet. 5 overwinningen op een rij. Nog niet eens met altijd perfect voetbal. We hebben echt een hele goede groep jongens bij elkaar. Die ook vandaag hebben tegen, vind ik echt een goede ploeg. Die ook de laatste 5 wedstrijden ongeslagen is geweest. Ook tegen goede ploegen heeft gespeeld. Neem een Branko van de Bomen. Ik heb er Heerenveen nog even mee gespeeld. Ja, dat zijn gewoon echt goede voetballers. En wat vandaag niet makkelijk. Maar als je dan toch weer wint, ja, dan geeft het superveel vertrouwen. En dan is het aan ons om daar weer lekker op door te gaan. Ja, het zegt ook wel wat dat je een bank hebt nu natuurlijk. Ja, er kunnen een paar jongens inkomen die de meeste ploegen niet eens als basisspelers hebben. Dat moet ook wel lekker zijn dat je een brede selectie hebt nu. Nee, dat is absoluut zo. We hebben heel veel jongens die waardoor een flinke concurrentiestrijd is en niveau is hoog. En zeker nu je wint, dan is de sfeer natuurlijk ook ontzettend goed. En het is aan ons om dat zo lang mogelijk vol te houden en die groep ook gewoon lekker bij elkaar te houden. En als je wint, dan is dat een stuk makkelijker. Kijk je dan wel, net als morgen of op maandag, keer naar die ranglijst van we staan tussen die ploegen, want het is een zware competitie dit jaar, het tweede niveau. Kijk dan wel eens van, we staan er toch mooi tussen. Ja, stiekem dan wil je op mijn app nog wel eens voorbij komen. Zeker nu volgens mij weer een plekje tegen vierde staan. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi. Daar mag je van genieten, maar ook heel snel weer schakelen naar volgende week maandag gespeeld tegen Jong PSV. En denk ik weer een supermooie kans om verder zo door te gaan. Het zegt misschien ook wel wat over Den Bosch. Je trainer zegt het ook. Ja, we moeten niet te ver kijken. We hebben pas 11 wedstrijden gespeeld. Jij zegt het ook. Volgende wedstrijd weer. Er wordt niet zozeer naar de lange termijn gekeken. Maar meer van we moeten een ploeg worden. We moeten beter worden. We moeten stapjes zetten. Stapje voor stapje. Maar daar kun je ook ver mee komen natuurlijk. Ja, maar dat zo werk ik voor mezelf. Als ik voor mezelf praat, vind ik dat ook het fijnste. Want, ja, we kunnen wel heel erg hoog van de toren gaan blazen. En zeggen van we gaan voor eerste 5. We gaan voor kampioenschap. Noem allemaal op. Maar laten wij nog even lekker nuchter blijven. Lekker nuchter Brabander blijven. En genieten van het moment, absoluut. Maar ook super hard blijven werken om het zo lang mogelijk vol te houden. En ook als daar een keer, en er komt ook een fase, dan gaat het misschien een keer het balletje verkeerd vallen. Om dan gewoon rustig te blijven. En ik denk dat we daar op dit moment heel goed mee bezig zijn. En het is aan ons om dat ook gewoon lekker vol te houden. Snap je dat voor de achterban moeilijker zal zijn? Want ja, die beginnen nu helemaal te hopen en te dromen natuurlijk. Dat die bij een mindere staat misschien een keer eerder gaan morren. Ja, dat is logisch. Als je wint, dan gaat het verwachtingspatroon gaat omhoog. En dat is ook logisch. En nogmaals. Daar heb je gewoon mee te dealen. En het gaat ook een keer minder gaan, zei ik net al. Imraan, even sorry man. Sorry, lastig manneke. Het is gewoon aan ons om gewoon ten alle tijden rust te blijven. En we zijn prof en het is aan ons ook om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Maar op dit moment hebben we gewoon met de supporters daar alleen maar heel veel profijt van. En ook in een wedstrijd zoals vandaag. Dan is het gewoon lekker, alsof voor mij achter de goal, dat die mensen zo fanatiek zijn. En, ja, dat sterkt je wel om de wedstrijd in dit geval zo over streep te trekken. Eén dingetje nog, als je kijkt, er is een blik met spelers opengetrokken hier met allerlei landen. Toch is het al een team nu, vrij snel. Had je dat gedacht? Ik ben daar een beetje blanco ingestapt. Je probeert het natuurlijk wel meteen, want ik vind het heel belangrijk dat je gewoon echt met elkaar alles samen doet. Dat je geen groepjesvorming hebt, daar probeer ik ook altijd voor te waken. En eigenlijk was dat van begin af aan, zowel de jongens die er al waren, die worden natuurlijk ook geconfronteerd met een nieuwe situatie. Heel veel jongens die van alle heide en verre hier binnenkomen waaien. Ja, dat vind ik best bijzonder dat daar al zo snel een team geformeerd is, zowel binnen als buiten het veld. En de goede resultaten van nu, die helpen natuurlijk ook echt mee. En dan is het ons om daar gewoon alleen maar sterker in te worden. Nu pizza eten, muziek aan, even genieten. Ja, vandaag mag het al even. Morgen gaan we weer verder.